Kun je mij horen? Ja, Pieter, goedenavond. Ik was net eigenlijk iedereen aan het toelaten en aan het welkom heten. We gaan zo meteen rustig van start. Goedenavond, welkom bij de Masterclass Portugal. Ik heb, als het goed is, iedereen op mute gezet. Dat heb ik niet gedaan omdat ik je niet wil horen, maar heb ik puur gedaan om een Irish Parliament te voorkomen hier. Heb je vragen, kan je die natuurlijk altijd gewoon eventjes in de chat stellen. Mijn naam is Nick, ik ben de eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Vanavond zal ik samen met Pieter en Masterclass Portugal hosten. We hebben al meerdere landen gedaan met Pieter, maar Portugal ja, is ook gewoon een hele interessante om eventjes door te nemen. We wachten nog een aantal minuten voordat we van start gaan, dus ja, wil je nog een kop koffie pakken, is dit het moment. En dan wachten we even tot de laatste mensen zijn aangesloten en zijn gestopt met worstelen met Zoom. Ik merk dat het soms toch nog wel eens voorkomt. Dus we wachten nog eventjes een aantal minuten en dan gaan we zo meteen rustig van start. Yes, voor de mensen die zojuist aangesloten zijn, welkom bij de Masterclass Portugal. Mijn naam is Nick, eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Ik ben ondertussen ook nog wat mensen aan het toelaten in de Zoom-call. Als we overigens over de 100 heen gaan, dan zie je mij in paniek raken. Dan ben ik even mijn Zoom-account aan het upgraden, want dan ga ik hem namelijk plussen. Normaal gesproken is het tot 100. Laatst had ik dat toevallig met de Masterclass Spanje. Dus weet dat ik er dan in ieder geval achter de schermen alles op alles aan het zetten ben om er weer bij te komen. Maar dan kan ik in ieder geval even upgraden. Ik weet niet of we het gaan halen, maar ja, als ik eventjes er niet meer ben, dan zal je zien dat ik dat aan het doen ben. Mocht overigens het internet wegvallen bij mij, het is één keer eerder gebeurd. Pieter gaat gewoon lekker door met praten. Valt het internet bij Pieter weg, gaan we ook ons best doen om dat te herstellen. Ja, dat kan soms gebeuren, zeker als je dingen live doet. Weet in ieder geval dat wij ja, alles op alles zetten om gewoon weer verder te gaan. Ik ben hem ook aan het opnemen, dus ik zal hem morgen ook nog even delen op de social media. Voor de leden natuurlijk zet ik hem gewoon op het platform. En ik deel hem eventjes via de mailfunnel. Nogmaals welkom. Ik zie een hoop bekende gezichten. Ik zie een hoop onbekende gezichten. Mijn naam is Nick. Ik ben de eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Wij helpen mensen met investeren in vakantiewoningen. Dat doen we in Nederland, maar ook veel in het buitenland. Spanje, Portugal, Dubai, Antillen. Ja, eigenlijk overal waar je Airbnb hebt, dan kan je het trucje toepassen, zeg ik altijd. Wil je meer weten over ons? Ga vooral even naar de website B&B Verhuurcursus of naar onze Insta-pagina. Dan kan je daar in ieder geval wat meer informatie weghalen. Vanavond gaat het niet over ons, overigens. Het gaat over Portugal. Dus laten we daar vooral ook lekker even de focus op leggen. Heb je vragen? Dan kan je die natuurlijk in de chat stellen. Dat is onder in de. Even kijken, ik zie uw chat als gast. Dat is grappig. Ga even kijken hoe dat in zijn werk gaat dan. Oh, sorry, ja. Onder in de balk kan je de chat kan je openen en dan kan je gewoon chatten. Hij is openbaar. Ik wil je ook vragen. Ik heb ook één keer eerder meegemaakt. Ging iemand allemaal crypto-ideeën delen? Doe dat niet. We zitten hier voor Portugal. Laat het ook vooral daarbij houden. En ga dus ook niet proberen om producten te verkopen in de Masterclass Portugal. Want dan zal ik je verwijderen. Ja, omdat ja, we tolereren dat gewoon niet. En ik wil ook zeker niet dat mensen in een of andere scam terechtkomen. Dus doe dat alsjeblieft niet. Ik denk dat we de meeste mensen hebben. Laten we rustig aan van start gaan. We hebben zojuist alles getest. We hebben een presentatie voorbereid. Ondertussen kan je vragen stellen in de chat. Ik ja, weet ongeveer wat Pieter gaat vertellen. Dus ik zal kijken of ik de vragen live erin ga gooien of niet. Aan het einde doen we nog eventjes een Q&A. Waar ook gewoon alle ruimte is om je vragen te stellen. Ik zeg wel altijd, wees geen gijzelaar. Ik heb 18 jaar bij Defensie gewerkt, veel met gijzelaars gewerkt. Wat is een gijzelaar? Iemand die een hele specifieke vraag heeft over een heel specifiek topic. En die dan op dit moment, even kijken, 37 man gaat gijzelen. Bel gewoon morgen eventjes op. We delen ook de gegevens van Pieter en van Valerio. Kan je morgen contact opnemen als hij echt heel specifiek is. En dan kan je dan eventjes wat dieper inzoomen op jouw casus. Pieter, goedenavond, welkom. Moet ik jou weer eventjes
Ja, Kijk. als het goed is ben ik zo hoorbaar. Nu kan je praten. Goedenavond. Zeker. Alles goed? Geweldig. Ja, zeker, zeker. Zeker, ik heb een hele mooie aanbieding vanavond. Portugese crypto's. Nee, grapje. Portugees. Dat is altijd goed. Ja. Nou ben ik Peters. benieuwd hoor. Nou ben ik meteen benieuwd of ik verwijderd ga worden. Nee, jij bent de enige die niet verwijt. Ja, mits je het over crypto gaat hebben. Nee, dat Zo is ben een van ik de dan dingen ook waar ik weer. ver van weg blijf. Ja. Af en toe horen we geluid wat minder. Dus ik denk dat je dan misschien wel dichterbij moet gaan zitten. Hè? Was dat alleen bij mij of was dat bij andere mensen ook? Ja. Ik denk dat je iets dichterbij moet gaan zitten dan. Ja. Moet ik dichterbij gaan zitten, want ik heb mijn oordopjes in. Dus als het goed is, zou ik goed hoorbaar moeten zijn. Ben ik goed Ja, hoorbaar? Gaat het nu duimpje hoor omhoog je als het weer hoorde goed. goed is? Ja. Ja, genoeg duimpjes. Oké. Okay. Ik ben verstaanbaar. Helemaal goed. Helemaal goed. Zal ik de aftrap doen, Ja, Nick? ik zou zeggen, ga lekker beginnen. We zitten er klaar voor. Ik laat nog wat mensen toe. Soms komt wat geroezemoes tussendoor. Heel af en toe sneakt er iemand tussendoor die dan even uitlogt, inlogt en dat zijn geluid nog aanstaat. Ga vooral gewoon lekker door met de presentatie zoals we de laatste keer eigenlijk ook gedaan hebben bij. Wat was het? Cyprus en Kroatië volgens mij. Spanje hebben we gedaan. Sorry. Spanje, Ja. Cyprus, ja. Gaan we Dat, lekker verder. nou, laat ik beginnen met mezelf even te introduceren. Mijn naam is Pieter Leeflang. Ik zit al heel wat jaartjes in vastgoed. Ik heb me gespecialiseerd in het vastgoed in de Mediterrane omgeving. En dat doen we zowel in Portugal, Spanje. We doen het in Kroatië, Italië, Griekenland en Cyprus. Dat zijn eigenlijk onze verkoopgebieden. We werken met pakken bij 82 man en wij hebben op de locatie hebben wij overal home teams. En dat zijn de specialisten die echt naar de markt op de locatie kijken. En wij sturen dat vanuit Nederland en sturen dat aan. Nou, los daarvan hebben we ook nog een tak waarmee we ons bezighouden met de ontwikkeling van projecten. Dat doen we zowel in Engeland als in Duitsland. Maar goed, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar dat is even een beetje mijn achtergrond. Ik ben mijn hele leven ondernemer geweest en dit is eigenlijk mijn... Nou ja, mijn trots waar wij mee verder gaan. Nou, we hebben Nicky leren kennen via de verhuurcursus. Wij doen niks aan verhuur, dat zeg ik er heel erg bij. Wij zijn echt alleen maar bezig met verkoop en zorgen dat mensen de verhuur kunnen doen. Dus over vragen over verhuur, dan gaan we toch weer snel naar Nicky terug. Maar in ieder geval, we gaan het vanavond hebben over de webinar. Nou, het is een presentatie die ik heb gehad, die ik wel vaker geef. We hebben vorige keer ook gekeken. De vraag is altijd van, en hoe koop ik nou zo'n huis? Hè, specifiek in Portugal. Nou, we hebben dat even samengevat in 8 stappen. Hè. De meest belangrijke is van zorg dat je op zoek gaat naar je droomplek. De droomplek voor mij persoonlijk is altijd de financiële meetlineaal er langs op te kijken wat is het rendement. Nou, dat klinkt misschien wat heel erg zakelijk, maar mijn insteek is altijd dat een huis wat je koopt, een tweede huis, moet altijd geld opleveren. Dat is voor mij een vereiste. En tenzij je ervoor kiest om het echt te doen als vakantiewoning, hè, dat is niet goed of fout. Maar voor mij als investeerder is het altijd, ik wil zien dat er geld uitloopt. En dat zou ik ook willen meegeven. Ik heb zelf ook een huis in Spanje gehad. Ik heb een appartement op Cyprus. Ik wil altijd ervoor zorgen dat ik dus geld haal uit mijn vastgoed. Maar goed, de droomplek is heel divers. Hè. Kijk heel goed naar welke cultuur past bij je. Wat vind je fijn? We houden allemaal van zon, zee en strand. Maar goed, als je midden op een drukke boulevard zit, kan dat ook wel eens tegenvallen. Dus kijk er goed naar. Hè. Dan zit eigenlijk al een beetje bij punt 2. Wat wil ik en wat doe ik graag? Wil je er fulltime bezigheid van maken? Wil je het uitbesteden? Wil je het als vakantiewoning? Dat zijn altijd aspecten waar je heel goed over na moet denken alvorens je zo'n stap maakt om te gaan investeren in het buitenland, of in dit geval in Portugal. Nou, breng alle kosten in kaart. Wat we vaak zien is dan, men wordt verliefd op het huis. Men vergeet dat er toch nog ongeveer een procentje of 10 aan overdrachtsbelasting tussen zit. Er komen notariskosten bij, advocaatkosten. Nou, vul het maar in. Dus zorg ervoor dat je dat allemaal goed in kaart brengt. Nou, niet onbelangrijk, wat kun je kopen? Je kunt het helemaal uit eigen geld doen. Oh, sorry. Je kunt het deels doen uit geleend geld. Daar zijn allemaal opties voor. Maar in ieder geval zorg dat je ook weet wat je kunt besteden. En dan een hele belangrijke stap die nog wel eens wordt vergeten. We zien plaatjes vanaf het internet. Ik koop nooit vanaf het internet, tenzij ik weet waar ik zit en wie de verkoper is, maar ga altijd kijken. En dat is ook wat wij vanuit Moonestates doen. Moonestates die houdt zich ook bezig met experience tours. Wij nemen juist mensen mee op locatie, zodat je kunt ervaren wat het is. Essentieel. En het is niet alleen de omgeving, maar het zijn ook de directe buren waar je moet weten, pas ik ertussen, tot en met de lokale supermarkt, is dit inderdaad wat ik wil.
Nou, dan gaat de volgende stap is de reserveringen en overeenkomsten opstellen. Dat is advocatenwerk. Uiteindelijk ook komt het bij de notaris terecht. Maar dat zijn hele belangrijke aspecten. Dat is ook waar wij onze toegevoegde waarde zien. Dat wij dus daar echt heel specifiek naar kijken van waar moet je op letten. Hè? Wat zijn de altjes onder het gras? Denk aan simpele dingen als zit er bijvoorbeeld erfpacht onder? Zit er rechts een overpad zit erop? Zijn alle vergunningen geregeld? Et cetera, et cetera. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar dat je een beetje een beeld krijgt hoe wat. Nou, verder financiële en praktische afhandeling, dat is ook een niet onbelangrijke. Hè. Je moet zorgen dat je bankaire zaken geregeld hebt, maar dat je ook je community fees betaalt. Hè. De gemeenschappelijke zwembaden die er vaak zijn. Of dat je heel praktisch dat je iemand hebt die de bedden opmaakt, het huis schoonmaakt, et cetera. En als je uiteindelijk tekent, dan begint eigenlijk het verhaal pas. Hè, want dan is het genieten, genieten, genieten. Want daar doen we het allemaal voor. Hè. Dat je ook geniet van het huis, het appartement wat je in een ander land hebt. Nou, dan heel belangrijk, hoe waardeer je een woning? Want dat is iets wat nogal eens fout gaat. Ik moet zeggen, ik kijk ook altijd in Nederland met hoe Nederland zich ontwikkelt. En ik vind het schrikbarend als ik zie wat er gebeurt. Hè. De ene bieding gaat over de andere heen. En soms is de realiteit helemaal niet meer te vinden in de prijs die je voor betaalt. Maar als je gaat kijken hoe wordt zo'n prijs opgebouwd, je begint altijd te kijken naar locatie. Locatie, locatie. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Locatie is by far de meest belangrijke aspect waar je naar moet kijken. Dan op de tweede plaats komt de bouwkwaliteit. Nou, sommige mensen zullen zeggen, je kunt beter een goed huis hebben dan een slecht huis. Ja, dat is zeker waar. Maar de locatie is bepalend voor je prijsbepaling. Ja, dat zie je ook in Nederland. Als je in Amsterdam koopt of als je ergens in de Achterhoek koopt, daar zit gewoon een prijsverschil in. En dat heeft te maken met bereikbaarheid en economische zaken. Nou, dan moet je gaan kijken van een bestaande woning. Ik moet zeggen dat ik zelf bij voorkeur altijd liever nieuwbouw doe. En dat heeft puur te maken dat bij bestaande woningen niet kunt zien van wat voor isolatiewaarde zit erin. Hoe is het gebouwd? Is alles helemaal gegaan zoals je het zou willen? Bij nieuwbouw, en dat is waar ons team, onze home teams ook voor garant staan. Die zijn op locatie, die komen ook echt kijken. Zo van, joh, hoe ontwikkelt die bouw zich? Hè? Je kunt zelf komen kijken, maar we hebben ook onze eigen teams. Dan heb je vervolgens de maandelijkse vaste kosten waar je naar moet kijken. Hè? Wat zit er in zaken als de community fee? Hè? Dus de tuin, het zwembad, soms een sauna of een fitnesscenter. Al dat soort zaken moet je goed in kaart hebben. En dan uiteindelijk, als je dat wilt, hoe zit het dan met de verhuur? Nou, gezien het publiek, hè, we zitten bij Nicky, dus dat betekent dat je waarschijnlijk het wel wil gaan verhuren, moet je gaan kijken van hoe groot is mijn verhuurkans? Wil ik short-term verhuur? Wil ik long-term verhuur? Wil ik seasonal verhuur? Dat zijn allemaal aspecten waar je goed naar moet kijken. Daar zit geen goed en fout in. Maar ik zeg wel altijd, bereken het van tevoren. Investeren is calculated risk, maar kijk eventjes hoe goed je het kunt verhuren. Dat is essentieel. Nou, ga ik meteen even een technische term erin gooien. Dat is de BAR, Bruto Aanvangsrendement. De meeste mensen die mij spreken op dit vlak, die zeggen altijd van ja, jij komt altijd met de BAR. Dat klopt. De BAR is eigenlijk de huur per jaar gedeeld door de investering die je moet doen op het totaalproject. En daar moet je dan minimaal 6% uit halen. Dat is echt een beetje de ondergrens. Als je minder dan 6% aan rendement eruit haalt, zeg ik altijd meteen niet doen. En dat heeft te maken dat je hebt altijd wel wat kosten die doorlopen, denk aan slijtage, denk aan vernieuwingen. Dus 6% BAR is echt het doel. Even kijken. Nou, even, sorry, we gaan de verkeerde kant op, dat is beter. Ja. Dan de fiscale of de belastingconsequenties. En dat is eigenlijk een beetje onze expertise ook een beetje. Waar ben je fiscaal inwoner? En dan komt weer het verschil tussen van, hey, heb ik mijn eerste woning of mijn hoofdverblijf in Nederland, of heb ik dat juist weer in het buitenland? Dat zijn echt zaken die je goed van tevoren moet bedenken. Soms kan het goedkoper zijn om in het buitenland te gaan wonen, in dit geval Portugal. Maar zolang jij resident bent, dus inwoner van Nederland, ben je primair belastingplichtig in Nederland. Heel erg belangrijk. We hebben gelukkig allemaal verdragen dat we geen dubbele belasting betalen. Maar dat is wel essentieel om daar goed naar te kijken. Kunnen we gedetailleerd nog een keer over hebben als mensen dat willen. Als je een vakantiewoning in de, als tweede woning hebt, dus naast je eigen woning, ook als dat een huurwoning is, dan valt die in box 3. Box 3, ik weet niet of u een beetje de fiscale zaken volgt, maar daar verandert heel veel op dit moment. En we zien de belastingschijvers niet veranderen, we zien naar een fictief rendement, naar daadwerkelijk rendement.
De verwachting is dat dat de komende jaren alleen maar verslechtert, tussen aanhalingstekens, in de zin dat het minder attractief is om in Nederland te investeren. Maar ook als je in buitenland investeert, valt er ook in box 3. Dus wees goed, of denk goed na, laat u goed informeren over de consequenties van een box 3. Nou, dan de woning in Portugal. Is dat de eerste woning? Dat kan ook, hè, dat je hoofdverblijf wordt. Dat betekent dat je minimaal 6 maanden plus 1 dag per jaar in Portugal moet verblijven. Er zijn ergere dingen in het leven, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, dat betekent dus wel dat je dan fiscaal resident ook wordt in Portugal. En dat betekent dat je in Nederland altijd je wereldinkomen moet opgeven, maar dat de belastingstelsels toch wel iets gaan schuiven. Ik kom daar straks nog wel een beetje op terug. Maar denk ook even bijvoorbeeld even aan vermogensbelasting. Hè? Waar gaat u dat doen? Gaat u dat in Nederland doen? Gaat u dat in Portugal doen? Of gaat u dat bijvoorbeeld ook, want dat is ook nog een optie, het in een niet-natuurlijke persoon vertalen? Oftewel naar een BV of naar een andere vennootschap waar u het in onderbrengt. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. De huurinkomsten, ook die zijn belast. Hè, zowel in Portugal als in Nederland is dat veranderd. Hè. Het fictieve rendement is weg. Hè. Dus als u daar heel veel geld gaat verdienen, en, hè, dan moet u primair in Portugal moet u, belasting gaan betalen. Maar ook andere landen, als u daar veel huurinkomsten krijgt, ook al zouden ze daar niet belast zijn, in Nederland is het dus wel belast in box 3. Nou, dan als laatste waar we ook naar kijken is de erfbelasting. Zo van, wat gebeurt er als u het gaat vererven? En dat is iets waar ik zelf altijd nou, vroeg mee begin in de gesprekken. Van, ook al ben je jong, denk goed na over hoe je wil gaan vererven op termijn. In alle eerlijkheid, ik zit over 2 weken zit ik bij de notaris om mijn handtekening te zetten. Daarna ben ik een arme jongen in de zin van, al mijn vermogen gaat naar mijn kinderen toe. En dat heeft te maken dat ik, nou ja, de manier waarop wij omgaan met onze erfbelasting, dat probeer ik zo zacht mogelijk te laten landen voor de kinderen. Dus dat zijn allemaal aspecten die een rol daarin spelen. Nou, er zijn belastingverdragen. Dat zijn primair Europese verdragen, maar dat gaat veel breder dan Europees. En dat betekent dat je in alle landen wereldwijd, hè, dat er gekeken is hoe zien de belastingen eruit. Nou, dat is niet onbelangrijk. Want uiteindelijk, in welk land ga je belasting betalen? Nou, Nederland wordt gezien deels als een belastingparadijs. Nicky noemde net al eventjes Dubai. Hè, dat is ook een belastingparadijs. Maar zo zijn er wel meer belastingparadijzen. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe kun je dat zo effectief mogelijk doen? En vooral duidelijkheid, ik ben tegen belasting ontduiken. Maar ik probeer altijd wel te kijken hoe kunnen we het op een dusdanige manier doen dat het toch draaglijk is. Hè? En we proberen ook met name dubbele belastingen te voorkomen. Nou, fiscaal inwoner. De kernvraag is, waar ben je fiscaal inwoner? En dat heeft met een aantal zaken te maken. Je kunt in meerdere landen tegelijkertijd wonen. Ik ben een typisch voorbeeld daarvan. Ik zit voor een deel in Nederland, ik zit voor een deel in Spanje, deel in Cyprus. Ik kom regelmatig in Oostenrijk, Zwitserland. Dus ik reis daar veel. Maar in ieder geval, waar ben je dan inderdaad de fiscaal inwoner? Nou, internationale regels is heel simpel. Je kunt maar op 1 plek fiscaal inwoner zijn. De meeste van u, en ik denk dat het bijna allemaal is, als het niet allemaal is, zullen fiscaal inwoner in Nederland zijn. Dat heeft te maken met waar zit je sociale kern, waar zitten de economische bindingen, waar zit je gezin, je werk, de kerk als je daar aan verbonden bent, waar breng je tijd door. Dat is eigenlijk de beslissing waar je fiscaal inwoner bent. Dus ook als je meer dan de helft van de tijd uit Nederland bent, ben je toch primair, als je sociale netwerken zo er is, ben je primair fiscaal inwoner van Nederland. En daarbij is de inschrijving van de gemeente niet eens beslissend. Laat dit goed uitzoeken, zeker als u langere termijn tijd naar het buitenland gaat, van hey, wat gebeurt er fiscaal gezien met dat soort zaken. Denk daarbij ook voor de pensionaris die nog niet de pensioenleeftijd hebben, en de AOW, die wordt gekort op het moment dat jij niet meer woonachtig in Nederland bent. Dat is 2,5% per jaar dat je in het buitenland woont, word je gekort op je AOW. Nou, dat zijn ook allemaal details, maar let op, het gaat over serieus geld als je het erover inzoomt. Nou, daar waar je fiscaal inwoner bent, daar betaal je inkomstenbelasting, vermogensbelasting, erfbelasting, etc. etcetera. Ongeacht waar ter wereld het ook verkregen is, hè, houd het ook in de gaten. Dus ook als je in Portugal koopt, hou er rekening mee dat er nog steeds de Nederlandse wetgever, of in dit geval de fiscus, met u meedenkt. En meekijkt zelfs.
Nou, de belastingportefeuille. Als u fiscaal inwoner in Nederland bent, dan bent u dus primair belastingplichtig in Nederland. Hè? Zoals inkomsten, vermogensbelasting, et cetera. De huizen en andere waardebestanddelen in Portugal moeten u in Portugal afrekenen. Hè? Om een voorbeeld te geven, de huurinkomsten in Portugal is een flat rate van 28%. Dus al uw huurinkomsten in Portugal zult u in Portugal ook moeten afrekenen. En dat wordt op gecontroleerd, streng op gecontroleerd zelf. Daar mag je wel een paar dingen van aftrekken. Hè? Gemeentelijke onroerend goedbelasting, afvalheffingsverstoffing, verzekering voor het huis. Voor het huis en niet voor de inboedel, voor alle duidelijkheid. Dus alles met de stenen te maken. Onderhoud, reparatiekosten, servicekosten. Nou, dat zijn allemaal dingen die je mag aftrekken. Maar goed, houdt u er wel rekening mee. U betaalt dus 38% over uw inkomsten. Even het bruggetje terug naar mijn bar. Als u 6% verdient, moet u ook rekening mee dat over die 6%, onder aftrek van de kosten, u 28% betaalt. Nou, dan een stukje in Nederland. Hè, vermogensbelasting over de waarde met aftrek van de leningen van het object. Hè, dat gaat u gewoon betalen, of het wil of niet. Hè, u gaat betalen over de box 3, de belastingtarieven van 24 zijn 36% geworden. Dus 4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de komende jaren blijft het overigens wel zo zoals het er nu uitziet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet alle stukken van de toekomstige regering gezien. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want we weten dat er is niks zo veranderlijk als de overheid. Ik heb daar wel een kleine aanvulling over. Ik heb ook bij ons op de Instagram voor de leden in de community gezet. Laatst een lezing, een seminar van de staatssecretaris. Die dit gaf op de Second Home Bus. Dus wil je daar meer weten over het voorstel inderdaad, dan raad ik je aan om eventjes, of eventjes ons te zoeken op Instagram. Of naar de website te gaan, Second Home Beurs. En daar staat hij ook, ook vernoemd, zeg maar, het seminar. Zo'n opname van, dus je kan je even terugkijken. Ja. Perfect. Oké, ik wist niet dat ik daar stond, maar perfect. Vooral doen, hè? Want de bottom line is, laat je goed informeren. Dat is de echte essentie van het verhaal. Nou, als we gaan kijken naar wat is nou daadwerkelijk het rendement. Hè? Dus dat, dan heb je het over huur, maar ook indirecte inkomsten. Hè? Dat je kunt hebben over servicepakketten voor beddengoed, voor schoonmaak, etc. Ook dat wordt allemaal gezien als rendement. Nou, je mag verliesverrekening doen, hè? Naar voren toe, maar niet achter. Ook dat zijn box 3 verhalen. Ik wil niet al te gedetailleerd in duiken, want dan wordt het wel heel erg droge stof. Maar in ieder geval, houd daar rekening mee. En als er ooit vragen over zijn, zorg dat je bij mensen terechtkomt die er verstand van hebben. Jullie kunnen ons altijd bereiken, maar dat zijn essentiële onderdelen. Nou, bij de aanschaf ga je ook betalen in Portugal, hè, net zoals in Nederland. Bijvoorbeeld eventjes, als je een huis koopt, dan heeft u in ieder geval de overdrachtsbelasting. Dat is 5 tot 8%. Let op, dat is voor niet-residenten of niet-inwonen is dat vaak iets hoger zelfs. U heeft advocaatskosten, reken daar tussen 1 en 2% van de verkoopwaarde van het huis. Notariskosten 1 tot 1,5%. U heeft een bouwkundige keuring, hè, als u dit wilt laten doen, 1000, 1500 euro. En niet te vergeten de belastingadviseur, oftewel de fiscalist. Zorg dat u al die kosten gewoon goed in de gaten houdt. Maar dit zijn wel hele belangrijke aspecten erin. Dat is even een internationale regel, dus het is niet alleen voor Portugal, maar wel ook daarvan toepassen. Maar voorkoming van dubbele belastingen, dat zijn de bedragen. In Portugal, de lokale onroerend goedzaak belasting, die betaalt u daar. Dat betekent dat u dat niet nog een keer in Nederland hoeft te betalen. Hè. Dat is de afspraak die gemaakt is. Als je het in land A betaalt, mag het niet nog een keer in land B, in dit geval Nederland, betaald worden. Maar let ook op dat de tarieven variëren. Van de kadastrale en de economische waarde. Dus soms betaalt u de kadastrale, dus waarvoor die geregistreerd is. Noem het maar even de WOZ-waarde. Maar soms heeft u ook dat u de economische waarde betaalt. Wat doet de markt? Dat in Nederland bekijkt, als voorbeeld eventjes, wordt de marktwaarde wordt gebruikt, de economische waarde. En niet de WOZ-waarde. Nou, de onroerende zaakbelasting mag in Nederland niet in mindering gebracht worden. Met andere woorden, geen dubbelbelastingen. Dat is echt een belangrijke. Nou, het is altijd heel specifiek, het is ook heel individueel. Dus ik ga er niet al te diep in, maar in ieder geval, het is heel belangrijk dat u dat goed laat uitzoeken. En essentieel is dat u de niet-residentenbelastingen betaalt in Portugal. Dus als u daar geen inwoner bent, betaalt u daar extra belasting over.
Als u woning in het buitenland heeft, is dat de eerste woning. Dat is een hele belangrijke. Want als het hoger blijft in Nederland, hè, dan heeft u de hypotheekaftrek. Dan let ook waar de fiscale residentie is. Ook niet onbelangrijk. En vervolgens wordt er gekeken naar waar is het centrum van uw sociale en uw economisch leven. Dat is het uitgangspunt van waar u resident bent. Dat bepaalt ook weer inderdaad, is het een box 3 of een box 1. Er zit nogal een groot verschil in. Nou, de vermogensbelasting in Portugal. Schulden zijn in beginsel aftrekbaar van het vermogen. Dus u heeft een huis gekocht, u heeft een hypotheek erop. Het verschil daartegen, daartussen is het vermogen. En de vermogensbelasting zijn vaak alleen op de hoge waarde van de woningen. Dus er zit altijd een drempel zit erin. Maar daarboven gaat u in ieder geval wel de vermogensbelasting betalen. En dan hebben de schulden geen voordeel daarin. Let op bij de verkoop. U betaalt als u het huis weer verkoopt over de winst die u maakt. Dus uw verkoopprijs min uw koopprijs, daarover gaat u ook nog geen belasting betalen. En dat is inkomstenbelasting. Portugal ligt er op 32% als u in de laatste tarief zit. En dan zit u ook in die orde van grootte, 36% in de box 3. Nou, erfbelasting over het tweede huis in het buitenland. En meestal is het een buitenland erfbelasting bij het nalaten van een woning. Dat is niet altijd zo, in Portugal in dit geval wel. Nou, de schulden verlagen deze belastingen, dus u mag dat weer aftrekken daarvan. Maar in Nederland is de nalatenschap ook vaak belast. Buitenlandse erfbelastingen mogen in mindering gebracht worden. Ook daar weer die dubbele belasting. Maar pas op, als u een heel klein beetje in het buitenland betaalt, in Portugal, dan kunt u nog steeds in Nederland aangeslagen worden. Dus let vooral ook op, zeker als u ook aan kinderen of kleinkinderen of andere mensen achter wil laten, zorg dat u dat op tijd regelt. En dat is met name als u het niet in de eerste of de tweede graadse vererving doet, of naar partners toe, dan moet u opletten dat u daar niet zwaar belast wordt. Daar zijn fiscale mogelijkheden voor. Benut die ook als u daar in ieder geval voor open staat. En een van de mogelijkheden is een tweede huis altijd het leven overdragen. Als u uw huis wil overlaten aan uw kinderen, dan kunt u dat dus al doen terwijl u leeft. Schenken met de warme hand heet dat ook wel in vaktermen. Dat betekent dat u het huis schenkt, maar dat u wel het vruchtgebruik ervan houdt. Als u dat slim inregelt, dan kunt u de tijd elke jaar kunt u wat schenken. Dat ligt op dit moment geloof ik 500.000 euro ongeveer per jaar. Nou, er is een schuld, maar u blijft in essentie gewoon het gebruik genot houden van het huis. Dat is een hele belangrijke om te onthouden. Ook al bent u geen economisch eigenaar, u kunt wel exclusief rechten daarop hebben. Nou, let op de kadastrale, de WOZ-waarde versus de economische waarde. Daar zit soms een heel groot gat in. Ook daar moet u slim mee omgaan. Zolang u maar kunt aantonen dat het een reële overdracht is, kunt u dat vaak ook tegen toch wat korting hier en daar wat organiseren. U kunt ook overwegen om de woning in te brengen in juridische entiteit. Daarbij moet u denken aan een BV, een stichting, een trust. Op die manier kunt u dus ook veiligstellen van zware economische schade als het gaat over belastingen. En dat heeft dan te maken met de schenkingsbelasting. Nou, de overdrachtsbelasting in beginsel kan oplopen tot 12%. Die bent u altijd kwijt. Dus mooier kunnen we die maken. Wel lapper de belastingdienst een beetje volgend. Maar in ieder geval, u betaalt in ieder geval de overdrachtsbelasting. En de inkomstenbelasting gaat over de meerwaarde waarmee je het verkoopt. Ja, tot slot. Leuker kunnen we niet maken. Maar wel makkelijker. Nou, dat makkelijker, dat geloof ik niet altijd. Maar u moet het wel slim doen. Check altijd uw situatie, want er komt veel bij kijken. De wetgeving wordt er niet makkelijker op, maar in ieder geval probeer daar wel goed te kijken van wat u daar wilt zien en wat voor u belangrijk is, hè, en bij u ook van belang is. En dan even kort, toch een stukje reclame erin, ook al verkoop ik niks, mag wel Aniek. We pakken normaal gesproken eerst contact pakken we op. En vervolgens gaan wij de experience toe doen. Zorg dat u op locatie gaat kijken. U wordt persoonlijk begeleid door iemand van het home team. Meestal Nederlands of Engels sprekende mensen. En uiteindelijk gaat u lekker genieten van uw woning. Vragen? Ongetwijfeld heel veel. Ik zie het is nog vrij rustig in de chat.
In welke Ik ben net regio zelf zit jullie allemaal, Pieter? eigenlijk door heel Portugal heen, waarbij de Algarve eigenlijk ons speerpunt is. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze die eigenlijk nu gewoon in de chat erin gooien. Zijn er mensen die al geïnteresseerd zijn in Portugal om een huis te kopen? Mag ik daar Ik ben er ook benieuwd gelijk naar? al. Ik had laatst wel wat mensen. Wij hebben er zelf ook verbleven afgelopen winter. Nou, we hadden het kort vooraf aan de Zoom-call er al eventjes over. Wij hebben het zelf hebben we nu iets gekocht in Tenerife, puur voor rendement. Hè, omdat we daar gewoon ja, beter kunnen verhuren. En de huizenprijzen zijn gewoon nog best wel duur hè, in Portugal op dit moment. Er wordt minder gebouwd als in Spanje. En ja, dat is ook wel een van de redenen waarom die huizenprijzen best wel hoog blijven. En wij hebben ervoor gekozen, het klimaat. Hè. Je moet denk ik wel echt wel van Portugal houden. Want het klimaat is gewoon wel wat minder goed in de winter. In de zomer is het gewoon wel prima. Maar ja, wij hebben best wel wat regen gehad. Priscilla zei zelfs van, joh, het is dat wij ons ticket zo vast hebben gelegd, anders was het naar huis gegaan. Maar ja, volgens mij was het de natste maart ooit in Portugal. En die hebben wij meegepakt. Maar ja, het was prima. Ja. Even kijken. Hoe is de vastgoedmarkt in de Algarve? Ja, daar hebben we het net al kort over gehad. Kan je daar nou wat over vertellen, Pieter? Ja, wat we een beetje zien is dat teruggelopen is qua aantallen. Prijzen zijn relatief hoog. Als je bijvoorbeeld vergelijk maakt met Spanje of Kroatië, als voorbeeld even, dan is de prijs in de Algarve zeker hoog. Vierkante meterprijzen zijn ook hoog. Er is nog wel redelijk wat handel. Maar ik moet zeggen, als je puur kijkt vanuit rendement, moet je toch wel een behoorlijk stevig rendement maken. Een behoorlijke verhuurprijs wil je dat inderdaad naar die bar van 6% komen. Ja. Het leven is daar prachtig, hè? Want ik moet eerlijk zeggen, by far vind ik Portugal vele malen mooier dan bijvoorbeeld in Spanje. En dat heeft te maken met de cultuur, maar ook de natuur. Dus in die zin heeft Portugal ook echt mijn hart wel gestolen. Maar als ik het puur vanuit een economisch oogpunt bekijk, dan zit het toch niet zo snel in de Algarve. Dan vind ik de prijs te duur voor de opbrengst die je eruit haalt. Ja. Nou, dat was ook een beetje waar wij achter zijn gekomen. Ik heb wel nog meerdere mensen gesproken daar. En Lien vraagt welke regio's zijn momenteel het meest interessant voor de verhuur. Wij hebben 7 weken in Praia de Luz gezeten. Lagos, ligt naast Lagos voor de mensen die het kennen. Een beetje zuid, ja, echt het zuidelijkste puntje, zuidwestelijk van Algarve. En als we een beetje meer naar opschoven richting Faro, heb je daar een soort van... Ja, ze noemen dat, of tenminste, ik sprak er iemand uit, ja, dat noemen we de Gouden Driehoek, waar gewoon best wel veel overwinteraars zijn. Dus als je voor rendement wilt gaan, kan je denk ik daar het beste gaan kijken. Er werd mij ook wat verteld over die vergunningen, hè, waar ze op dit moment wat lastiger over doen. Had je daar nog wat over geroepen net? Ik moest heel even net de was binnenhalen, maar... Oké, okay, nee, daar heb ik niks over geroepen, maar inderdaad de verhuurvergunning bedoel je dan? Ja, ja. Ja, wat je ziet is, dat is in meerdere landen over zo, hoor, ook in Spanje zien we dat al optreden, is dat men wat terughoudend is om elk huis te bestempelen als een verhuurobject. En dat heeft te maken dat er natuurlijk veel gereisd wordt in de wereld op dit moment, er wordt veel geld verdiend met toerisme, en men wil dat toch een beetje aan banden leggen. Dus ook dat is weer een punt op het moment dat je echt... Een huis kopen om te verhuren, zorg ervoor dat je ook weet dat je mag verhuren. Ja. Die vergunningen worden wat schaarser. Ja. Wat bij ons de tip was, hij zei: mocht je gaan kijken in Portugal, misschien kan je me daarin aanvullen. Hij zei: appartementen, zeker in complexen, geven ze gewoon bijna niet meer af. Hè, omdat precies dat verhaal wat je net zei: lokale bewoners moeten ook wonen. Hij zegt: er zijn veelal vrijstaande woningen, villa's, maar ja, die zijn best wel prijzig. Hij zegt: ja, dan wordt die 9 van de 10 keer wel afgegeven. En. Ja, precies hetgeen. Wij hebben in Tenerife gekocht en het is nu ook een hot topic in Tenerife. Het is nog niet een gegeven dat wij daar een verhuurvergunning op gaan krijgen. Ik ben er niet bang voor overigens, want we zitten in een kleine communie dat... Het is toeristische grond, heb ik door de advocaat laten uitzoeken. En ja, van de 22 woningen worden er 20 toeristisch verhuurd. Dus ik denk dat we hem wel gaan krijgen. Maar ja, ze zijn er gewoon een beetje over aan het klagen, links en rechts. En het kromme is, de mensen die erover klagen, die werken in restaurants waar toeristen komen. Die werken bij de Midgetgolfbaan, waar toeristen komen. Die werken bij de waterspeeltuinen, waar toeristen komen. Dus ja, we willen geen toeristen meer zien, maar als die niet komen, kunnen ze zelf de huur niet betalen. Dus
Dus het is een beetje, ja, het is een beetje krom. Niet iedereen natuurlijk, maar over het algemeen, zeker op Tenerife. Ja, dat eiland, dat drijft gewoon op toerisme. Dus ik moet nog maar zien hoe dit gaat lopen. Ja. Misschien Even kijken. even. Oh, sorry, wat ik even net nog wilde zeggen is wat ik veel zie. Ik was net vorige week was ik in Oostenrijk in Hallstatt. Heel klein dorpje, dat is ook echt zo'n toeristisch plekje. Wonen 900 mensen en daar komen er per dag 10.000 mensen in het hoogseizoen. Ja. Aan de ene kant is dat natuurlijk fantastisch, want dat is een levensader. Tegelijkertijd in 2020 was dat de burgemeester een oproep heeft gedaan. Toeristen, blijf weg. Wij kunnen het gewoon niet meer handelen. En dat is inderdaad echt van de zotte hoe zo'n stad explodeert, hè? Dus er komen 10 keer zoveel toeristen als dat er inwoners zijn. Ja. En dat zie je dus in meer plekken, hè? Amsterdam. Het lijkt alsof ik inderdaad op de Bahamas zit, maar ik zit stiekem gewoon in Amsterdam. Maar dan hebben we hetzelfde probleem. Daar hebben we natuurlijk ook heel veel toeristen. En enerzijds is het fantastisch. Maar je ziet dat omdat het toerisme steeds toeneemt, hè, we krijgen steeds meer mensen die ook veel gaan reizen, kan het lokaal best wel wat irritatie opwekken. Even kijken, ik ga rustig door de chat heen. Ik zie, ja, welke Ja. regio wonen jullie, Nicky? Ja, Robert, wij zijn wezen proefwonen. Dus ik ben nu gewoon weer in Nederland. Ik heb in Tenerife een huis gekocht. Ik verwacht over, nou, ik denk een week of 5 te passeren. En dan gaat hij meteen eigenlijk de verhuur in. En waarschijnlijk gaan we er aan het eind van het jaar zelf ook weer even zitten. Maar ja, over het algemeen hebben we die puur gekocht om rendement te gaan maken. En wellicht in de toekomst, het is wel een eindlocatie, zou het kunnen zijn. En dan leent het huis er ook voor. Het heeft 3 slaapkamers, 176 vierkante meter, grote garage eronder. Dus ja, je kan er alle kanten in ieder geval mee op. Benny vraagt, klopt het dat de belasting voor niet-residenten momenteel 8% is in plaats van 28%? Klopt het dat de belasting voor niet-residenten was? Nee. Nee, was dat maar zo. Dan zou ik meteen acuut daar mijn belastingzaken naartoe brengen. Nee, Ja. nee. Je moet het zo zien dat eigenlijk als jij je inkomstenbelasting in Nederland hebt, dat je dus daar overheen nog een keertje, omdat je dus daar verdient en het niet het land bijdraagt, dat daar dus een non-resident belasting overheen geteeld wordt. Je Ik ziet zie een ook paar. Ja, bij sorry. veel Engels georiënteerde landen zie je ook dat er een withholding tax gedaan wordt. Op het moment dat er geld van het land terug naar boven Nederland gaat, wordt er vaak 10% belasting geheven op uitgaand geld. Dus hou die ook in de gaten. Even kijken, ik zie nog een vraag van. Even kijken. Wat is een Een normale verhuurbezetting. verhuurbezetting per jaar in de Algarve? Ja, wij komen er echt net vandaan. En nou, het was daar. Het hangt er een beetje vanaf waar je zit. Wij zaten dan Praia de Luz. Nou, dat is best wel. Het is super toeristisch daar in de zomermaanden. Ik denk dat het half april, toen wij er zaten, begon het wel drukker te worden. Maar het was rustig. En dat wordt gewoon doorgetrokken. Ik heb ook wat Nederlandse ondernemers gesproken daar. Ja, hij zegt, het gaat hier echt wel door tot half november. Hij zegt, dan ja, wordt het gewoon rustig. Dus ja, de tip is, ga je daar kopen en je wil rendement gaan maken. Er zijn wel heel veel overwinteraars, pensionada's, ook gewoon daar. Dus als ik voor rendement zou gaan in Portugal, zou ik gewoon sowieso iets kopen. Waar één, die verhuurvergunning op gaan krijgen. En daar, ja, daar hebben ze net een vraag over gesteld. Die leg ik even bij Pieter neer. Maar dan toeristische verhuur, laten we zeggen april tot november. En dan proberen iemand vaster eigenlijk in te gaan krijgen. Om in ieder geval kostendekkend te zijn. En dat is ook wat we bijvoorbeeld in Nederland doen met sommige woningen. Tenerife ga ik het niet doen, want daar is het 45 weken per jaar hoogseizoen. Maar wat ook bijvoorbeeld in Costa Blanca, Costa del Sol wel zie gebeuren. Dus op die manier kan je toch een optimale bezettingsgraad gaan behalen. Ja. Ben Ja, vraagt, is er een. Sorry. sorry, wat ik wilde zeggen, dat heeft ook te maken met je verkoop of je verhuurstrategie. Sommige mensen die gaan voor de lazy verhuur, dat is gewoon long term. Bijvoorbeeld even op Cyprus heb ik een appartement wat ik gewoon long term verhuur. Heb ik geen kijken naar, wil het lekker laten lopen. Maar als je echt voor hoger rendement wil gaan, moet je ook meer tijd steken, heb je meer marketing. Maar goed, daar hebben we gelukkig Nicky voor als specialist.
ja, dan kun je dus inderdaad veel meer voor elkaar krijgen op die manier. Hogere tarieven, maar ook wel wat meer werk ervan. Ben vraagt, is er een manier om een beetje zekerheid te krijgen qua verhuurlicentie in Portugal voor de aankoop? Wij zijn nu de Algarve en het lijkt een beetje tricky om iets te kopen voor de verhuur en daarna geen licentie te krijgen. Ja, dat is altijd de lastige. En dat is ook de exacte reden waarom wij de home teams hebben. Want die zorgen ervoor dat ze van tevoren zeker weten dat het is. Hè? Ik zou het ook als ontbindende voorwaarde opnemen in het verhaal. Zo van, hè, als ik de licentie niet kan krijgen, dan wil ik het als ontbindende voorwaarde voordat ik koop. Dat zijn wel de essentials. Je kunt een gok nemen. Maar goed, ik heb al geleerd, er zijn twee momenten in het leven dat je niet moet gokken. Als je niet kunt permitteren, moet je niet gokken. En als je wel kunt permitteren, moet je ook niet gokken. Dus dat is wel voor mij altijd een hele belangrijke. Zorg ervoor dat je het geregeld hebt voordat je de aankoop aangaat. De enige uitzondering die je zou maken als je het huis echt goedkoop kunt aankopen. En als je niet de licentie kunt krijgen, dat je weer door kunt stoten. Maar dat moet je dus ook maar dan maar net voor elkaar krijgen. Even kijken. Nou, dat is in ieder geval wel fijn dat je een home team daar in ieder geval op zit. En dat zeggen we ook altijd voor Spanje. Hè? Ik had van de week toevallig nog met mijn financieel adviseur erover. Die hebben ook advocaten erbij die het gewoon door gaan lichten. Waardoor je bijna 99% zeker weet van ja, het gaat wel lukken of niet. Duurt wel lang een vergunning aanvragen in Spanje op dit moment. En op sommige plekken geven ze hem ook gewoon niet meer af. Denk aan Valencia stad, Barcelona stad. En even kijken, er was nog een plekje. Die weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja, wat essentieel is, dat is ook de reden dat wij met Moeders dit zijn begonnen, is dat je de juiste kanalen hebt. Helaas, of ja, misschien is dat ook wel weer het voordeel, in zuidelijke landen hebben we toch wel een beetje een bureaucratisch geheel, maar soms kun je inderdaad met een zijingang kun je net heel snel bij de juiste mensen om tafel zitten. En dat is waar het vaak om draait, hè? Dat je de helft van de stempels kunt voorkomen. En dat scheelt echt een slok om een bolle partij. Ja, absoluut. Ik even kijken. Onder welke noemer vallen tiny houses op wielen bij de verhuur? Van Robert. Ja, ik denk dat hij bedoelt in Ja, die Portugal. vallen onder de categorie tiny houses on wheels, hè? Ja. Ja, ik weet even niet hoe Nee. dat zit. Kijk, in Nederland kijken ze gewoon van, hey, op wat voor grond staat het? Is het recreatiegrond of niet? En ja, ik zeg van, je ziet heel veel mensen die tiny house aanbieden. Ik zeg ja, dat is hartstikke leuk. Alleen ja, je mag niet zomaar alles overal neerklappen en gaan verhuren. Zo werkt het gewoon helaas niet. Of helaas, ja, gelukkig denk ik, want anders wordt het gewoon echt een bende. Ja, en dat is wel vervelend. Ik denk dat in Portugal een beetje hetzelfde werkt, hè? Ja, wat je vaak ziet is dat ze dan toch op parken bij elkaar komen. Als het niet op parken staat, moet je altijd erg voorzichtig zijn, want dan is het een beetje kamperen bij de boer niveau. En dan is de vraag, is het toegestaan, is het niet toegestaan? Dus zorg wel dat je daar weet wat je hebt. Als je het voor jezelf wil gaan doen, zorg dat je de licentie hebt, dat je in ieder geval parkvergunning hebt. Dat zou echt mijn advies zijn. Ja, dat gebeurt wel. Hè. Wij hebben toevallig heb ik een paar van die Wim Hof ademhalingssessies gedaan. Dat ik daar was een week of wat geleden. En ik dacht ook echt, op een gegeven moment gingen wij ergens in de buurt van. Een beetje omhoog was het, waar reden we naartoe? Al d'Azur, die kant op. En ja, echt een off the road weggetje gingen we in. En ja, op een gegeven moment zat ik echt midden in het bos. En dus toen kwam ik eraan en er stonden echt verscholen tussen de bomen allemaal tiny houses. En er was een hele community zat daar. Dus ik vroeg natuurlijk meteen van, oh, hoe zit dat hier, weet je wel? Kunnen we hier... Het zag er wel tof uit. Maar ja, het was illegaal gebouwd. Het werd gedoogd, maar ze wisten ervan. En je mocht niet te veel rendement maken. Ik zeg, oké, okay, dit gaan we dus niet... Op deze gronden zou ik in ieder geval hier geen investering gaan doen. Maar ja, dat is ook weer natuurlijk een apart... manier en een apart slag van volk wat daar eigenlijk aan het investeren was. Ja. Ik denk dat we de meeste vragen hebben gehad. Pieter, ik wil jou in ieder geval bedanken weer voor de informatie. Als mensen vragen hebben, ik heb even jullie website zojuist gedeeld. Ik zal hem morgen ook even delen in de community. Ik zet hem natuurlijk gewoon weer bij. Moenestate. En dan kan je even contact opnemen met Pieter of met Valerio. En ja, dan kun je altijd verder gaan kijken of Portugal interessant is of niet. Ja. Mochten er updates zijn, ik denk dat jij die het eerste hoort, Pieter, omtrent de vergunningen, dan ja, goed, wellicht zeker.
Valerio die even kan delen met ons. Ik denk dat een hoop mensen dat ook wel fijn vinden. Zeker voor de appartementen. Het had iets met de verkiezingen te maken ook. En ze zijn nu weer de kaarten opnieuw aan het schudden in Portugal en in Spanje. Maar ja, mocht je nieuws hebben, of deel het even met ons, dan horen we het graag. En dan zal ik in ieder geval het ook gewoon delen via de socials, in de community en via de mailings. Dan ga ik iedereen bedanken voor de aandacht. Heb je vragen over de B&B verhuurcursus? Check even onze website, bnbverhuurcursus.nl. Vraag aan Pieter op Moon Estate. En dan wens ik iedereen nog een fijne avond en wij houden contact. Fijne avond. Fijne avond. Oi, oi.